fett upp, ja! Carnaval van Aalst. Het bijzonder is dat het een straatcarnaval is. Dat we met alle politieke gebeurtenissen eigenlijk de spot drijven. Boeven, boeven, boeven op de toeren. Stond de zin al door mooi te loeren. Ikke, 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 ikke. Moest mij gewoon verover bikken. Het verhaal van de torenpoeper is dat onze burgemeester er laten poepen heeft in Spanje. En zij heeft er laten poepen op een toren van een chirurg uit het hospitaal van Aalst. De burgemeester kan het redelijk goed verdragen. Dus ze vindt dat de Aalstse bevolking daar de spot mag mee drijven. Is dat een groot verhaal geweest in Aalst? Ja. Nog steeds? Ja. Is het een beetje een schande? Een klein beetje. Zij wil weer opnieuw burgemeester worden. Gaat dat lukken, denk je? Dat denk ik wel, ja. Dat ze nu populairder is dan ooit. Voor Nederlanders is het heel raar om poepen te zeggen. Jullie zijn neuken. Ja, neuken, jong. Wat zeggen jullie dan als jullie moeten poepen? Schijten. Zeggen we schijten. Ja. En kaka doen. Wat maakt het Vlaamse carnaval bijzonder? Alle kostuums en zo, en het muziek. Ze geven dingen uit en zo, het is gewoon wild. Het feit dat het een feest is, iedereen amuseert zich en dat is echt het leukste. Ja. Zijn jullie zusjes? Ja. Je moet gewoon van hier zijn. Als je van hier niet bent, dan kan je het niet begrijpen. Want dat is eigenlijk een festijn in Aalst dat nergens anders in de wereld kan begrepen worden. Ik vind iedereen maar een beetje vervelend hier. Dat is vervelend! Gewoon, ja, een beetje zingen verzamelen zeker hebben dat mensen. Hè. Europa moet zoiets doen. Hè. Dat mensen kunnen doen. Ik wil pakken! Ik wil pakken! Ik versta gewoon echt niet wat jullie zeggen. Van Holland, van Verzee. Ja, uit Holland inderdaad. Ja, van Holland. Heeft dat nog zijn sporen nagelaten op Aalst, dat verhaal? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het geen politieke sporen heeft nagelaten. Dat gewoon een anekdote is die in de geschiedenis van Aalst zal blijven hangen. Maar voor de rest is alles gepasseerd. Geluid, dat is echt niet.